In Japan kennen ze een oude techniek om gebroken vazen en schalen te repareren. De scherven worden gelijmd met zilver of goud. In plaats van ze te verbergen, wordt het accent gelegd op de breuklijnen. Het keramiek verzoent zich met het verleden en wordt mooier en dierbaarder dan voor de breuk. Deze techniek heet Kintsugi. Ook onze sporters kennen dit. De Olympische en Paralympische droom spatten uiteen. Jaren van trainen leken ineens voor niks. Nu zijn we een jaar verder. De droom heeft opnieuw vorm gekregen. De scherven zijn gelijmd. Een jaar langer trainen betekent ook nog hoger, sneller en sterker. Een resultaat wordt nog waardevoller. De komende 100 dagen laten wij zien hoe onze sporters zijn omgegaan met het uitstellen van de Spelen. Hoe zij tegenslag verwerkten en positief zijn gebleven. Want wij zijn ervan overtuigd. Onze sporters zijn Kintsugi-meester.